In deze reeks volgen we de restauratie van een Austin Cooper S uit 1964. De demontage is volop aan de gang en in de vorige aflevering werd alles vrijgemaakt om het motorblok eruit te kunnen halen. Nu de motor eruit is, zien we perfect het voorste subframe waar de volledige ophanging aangemonteerd is. Dit is dat zwart onderdeel, dat vierkant hier, waar de motor in rust, waar al de mechaniek aan hangt. Dat gaan we nu losmaken van de carrosserie. Eerst de batterijkabel losmaken van het chassis. Ja, hier zit de weg. Eerst de voorste bouten los, waar ook de trekogen aan hangen om hem weg te slepen. De sleepogen eigenlijk. Daarna kan Karel onderaan de achterste bouten losmaken die het chassis aan de carrosserie verbinden. Voilà, de andere kant is los. Nu gaan we eerst de hydroelastische leidingen losmaken, want dat moet mee door het chassis. De flexibele leiding van de ophanging is door het chassis verbonden met de vaste leidingen die naar de achterwielen lopen. Deze moeten voorzichtig losgemaakt worden om later zeker nog hergebruikt te kunnen worden. Nu die losgekoppeld zijn, kunnen ook de bouten losgemaakt worden die het chassis bovenaan nog vasthouden. Maar voor hij de laatste lost, voorziet hij nog wat steun. We gaan eerst een kruk eronder zetten. Voilà, het voorchassis is gedemonteerd. Die gaan we dan later in het stadion ook een volledige revisie geven. Nu gaan we de volledige stuurkolom demonteren en ook het stuurhuis die onder het chassis gemonteerd zat. Dit doen we door die bouten te lossen. Daarmee is de stuurkolom los, hier ook los. En deze bouten zijn voor het stuurhuis los te maken. Voor we de stuurklok volledig demonteren, gaan we eerst de elektriciteit demonteren. Daarna kan het stuurhuis losgemaakt worden. Hier kun je perfect zien dat een Mini gemakkelijk om te bouwen is van links gestuurd naar rechts gestuurd of omgekeerd. Het is perfect spiegelbeeld. Hier kun je zien ook dat de stuurhuis ook aandacht nodig heeft. Voilà.
dat gaan we dan ook revisieren. En hier zie je nog eens de ophanging vooraan, het chassis waar de motor in rust, de ophanging links en rechts die eraan vasthangt, en ook het stuurhuis. Om nu makkelijk te werken achteraan, draait Karel de Cooper naar zich toe. Handig werken zo met dat karretje. Nu gaan we het achterste subframe losmaken. Nee, wat moet er gebeuren? Er zitten hier twee bouten in de carrosserie. Hier ook. De remleiding moet los, de handremkabel moet los. Schokdempers, schokdempers, dat is een raar systeem. Het is met een veer, die veer moet los. Maar daarvoor moeten we eerst de benzinetanken uitnemen. Dus de Cooper S, die heeft twee benzinetanken. De rechtertank is optioneel geweest. In de latere versies hebben we dan ook standaard gemaakt. Maar de Cooper S-versie had twee benzinetanken om meer benzine te kunnen meenemen. Zijn verbruik was ook iets hoger. Hè. Vervolgens gaan we de batterij uitnemen en ook de batterijkabel losmaken. En die moet door de carrosserie weg van het chassis genomen worden. Ook de massakabel zit los. Dat is ook een probleem. Als die massakabel los zit, begint dat te oxideren eronder. Als je dan moet starten, gaat hij moeilijker starten, omdat hij te veel weerstand gecreëerd. Gaat hij trager starten. Dat gaan we dan ook moeten maken dat dat mooi bloot is. En een goede massaconnectie maken. Dit is hier de batterijkabel. Die moet door de carrosserie komen. Maar je ziet, de vijzen is hier al verbrand. Een keer warm te krijgen. Dat gaan we niet meer loskrijgen, want we gaan het ook vernieuwen. Maar nu, voor het gemak, ga ik hem gewoon doorknippen. Vervolgens gaan we de rechter benzinetank uitnemen. We gaan eerst de leiding lossen die van rechts naar links gaat. Vervolgens dan ook de linker benzinetank. Dan hebben we toegang tot de bouten van het chassis. Voilà, dat is de eerste tank. In het later stadium van de restauratie ga ik met een camera in de tank kijken dat er nergens geen roest is ook. Je ziet er goed uit, buitenkant. Binnenkant kan water in staan en kan roest, condens. Dan gaan we dat in een later stadium een keer controleren voordat we de montage weer doen. Indien nodig kan de binnenkant van de tank dan ook behandeld worden. Nadat de roest verwijderd is, wordt er aan de binnenkant een nieuwe coating voorzien, zodat de tank terug bruikbaar is. Dat is de ontluchter. Voilà, nummer 2. Hier kunnen we zien in een vorige restauratie dat de koffer alleszins al een keer herschilderd geweest is. De bouten zijn meegeschilderd. Hier, dat zijn de twee bouten die het subframe vasthouden aan de achterkant. Ze zijn in kleur, dat kan niet. Hier kunnen we dan ook zien dat de tweede tankoptie was dat het meegemonteerd is met vijzekjes hier. Aan de andere kant is gelast. Dat is een support die bijgemonteerd is om de tank te ondersteunen. Nu gaan we overgaan tot de demontage van de benzinepomp die aan het subframe vasthangt. Vervolgens gaan we de leidingen lossen van de hydroelastische vering. Twee grote moeren hier.
nu om de spatlappen verwijderen, omdat die een beetje gaan hinderen in het demonteren van het chassis. We gaan ook het beugeltje afnemen die de smeerneppel beschermt. De latere minis hebben ze dat dan niet meer gemonteerd. Dat is enkel maar voor de eerste reeks. Hier zien we de bouten waarmee het subframe vast hangt aan de carrosserie. Hier hebben we nu toegang tot de twee bouten. Hier kunnen ze goed zien zitten die het subframe bevestigen aan de carrosserie. Hier achteraan ook. 1, 2. Dat subframe hangt eigenlijk vast aan de carrosserie met dagbouten. Nu gaan we eerst de veer afdoen aan de binnenkant van de koffer. Nu om de voorste bouten van het subframe los. Die zitten los, gelukkig. In de meeste gevallen breken die af. Nu de andere kant. En zo is het achterste chassis helemaal losgemaakt van de carrosserie. Of toch bijna. Voor we alles laten zakken, mogen we de handremkabel niet vergeten. Compleet achterchassis van de Mini. Hier kunnen we nu ook duidelijk de schade zien van de uitlaat die het achterchassis geplooid heeft. Het is hier geplooid, daar. Kijk. Dat staat volledig uit de naak. Om een chassis te controleren omdat hij nog in haaks is, kun je dat best meten in een kruis. Van die weten we eigenlijk al dat hij krom is, maar toch een keer meten om het verschil te zien. Hier kom ik uit aan 89. En hier ben ik aan 90. Dus dat is een centimeter dat dat subframe uit de naak is. Bij je volg staan die wielhoeken ook niet meer juist en kun je er toch niks mee doen. Maar dat wisten we al door de schade die brokkend is door de uitlaat. Want voor is het ook gecontroleerd om te zien dat hij in een vroeger leven bijvoorbeeld geen ongeval gehad heeft. Die 79, die is perfect in een hak, dus die kunnen daar gebruikt worden. Het achterste is voor de vuilbak. Ja, nu gaan we alles in de motorruimte verwijderen. Ook de leidingen van de hydraulische vering die achteraan gaan, gaan we met veel zorg uithalen, want dat kun je niet meer krijgen. We gaan eerst de remleidingen los, zodat we toegang krijgen tot de leiding van de hydraulische vering. Voilà. Kijk, hier liggen nu de twee subframes gedemonteerd vanuit de Mini. Dus de carrosserie staat nu apart, de subframes waar de mechaniek van de ophanging volledig is aan gemonteerd.
We hadden er al over gesproken, over de hydraulische vering. Hier kunnen we dat nu goed zien, met de leidingen allemaal, hoe dat systeem werkt. Het zijn twee veerbollen, voor, achter, eigenlijk vier, links, rechts. Maar de voorste is verbonden met de achterste, zowel links of rechts. Het zijn twee aparte circuits. Als er één wiel in gaat en geduwd wordt, kijk, je kunt het wel zien, er komt nog vloeistof uit, dan wordt dat via die leiding geduwd naar het achterwiel. En daarmee gaat het achterwiel uit. Wordt uitgeveerd. Worden ze allebei ingeduwd. De vloeistof kunnen niet samendrukken, maar de stikstof wel. Ja. Dus zo'n veerbol. Bovenkant zit stikstof, onderkant zit de vloeistof. Een gas kunnen ze samendrukken, vloeistof niet. Daarmee heeft de Mini een zeer comfortabele rijhouding. Dit systeem is gebruikt geweest in de jaren 60 voor de Minis. Latere Minis en ook de heel eerste Minis, want het systeem was nog niet klaar om te monteren, hebben ze maar later gemonteerd, hadden een ander systeem. Dat was een systeem met een rubberen bal, dat was de vering. Ja. Zat er zo'n trompet op en dat zat dan in die draagarm. Natuurlijk, dat is keihard om mee te rijden. Het comfort van de Mini was weg. Ja. De Minis waar ze rally mee gereden hebben, waren wel lichtjes gemodificeerd. Wat gebeurt er? Want hiermee, kijk, je kunt dat zien op het nieuw systeem, was er een schokdemper mee met die arm hier. Hier zit dat niet op. Dan gaan we hierbij mee monteren. Met een bijkomende steun en de carrosserie. Dat is al voorzien aan dat wagentje. Daar zitten er al vier boutjes in. We hebben het gewoon maar bij te monteren. Die rubber wordt ook vervangen door een grotere. Dat zijn bumpstops om de schokken nog op te vangen. In combinatie met die schokdempers van een zeer comfortabele Mini om mee te rally te rijden. Komt er zeer vlug mee rijden. En dat zal dus ook voorzien worden bij de rally-ombouw van deze Cooper. Maar dat zie je in de volgende afleveringen van DIY on Wheels. Eerst wordt de body volledig gestript, zodat deze alvast naar de carrosserie kan.